guys! Het is weer tijd voor iets waar jullie echt massaal om blijven vragen met z'n allen. En dat is Sims spelen. We gaan vandaag weer Sims spelen. Ik heb er zin in. Ik heb een kopje thee en ik heb een computer. We gaan het leuk maken. Vorige keer zijn we begonnen met mijn Sim en toen heb ik haar gebouwd. En ik heb haar aangekleed en ik heb een huis voor haar gebouwd. Ik heb niet letterlijk zelf een huis voor haar gebouwd, maar ik heb hem wel ingericht. En vandaag gaan we met haar verder spelen en kijken wat er allemaal op haar pad komt. Kijken of ze wellicht de liefde van haar leven tegenkomt. We gaan het zien. Ik heb er zin in. Het is trouwens echt vet lekker weer buiten. En ik zit hier binnen Sims te spelen. Er gaat hier iets mis. Kijk, de familie Quinn. Daar gaan we mee verder spelen. Oh ja, ik weet weer waar we waren gebleven. Deze vrolijke man met de hoed is op bezoek. Kijk, er is hier gewoon iemand gitaar aan het spelen in mijn tuin. Hoe? Oh, er zit een muur voor. Ja, ik vind deze dude met die hoed wel leuk, maar ik ben bang dat hij is getrouwd. Aangezien hier iemand is met dezelfde achternaam. Dat moet ik niet helemaal maken, toch? Met iemand die al getrouwd is gaan fozen. En ik had ook een kat. Oh, mijn kat ligt hier gewoon zo chill op de grond te liggen. Hey! Maar ik heb het gevoel dat we eerder iemand ontmoeten voor er in het park. Dus ik stel voor dat we al deze dudes de deur uitgooien. Vet lullig, iedereen komt gewoon zo hallo zeggen omdat ik nieuw ben in de buurt. Nu mag iedereen weer opdonderen. Oké, bye. Bye bye. Wow, ze heeft een zieke paraplu. Ik wil nog een snoepje geven. Wow. Gaat hij nou weer kotsen? Waarom is mijn kat de hele tijd aan het kotsen? Oké, en dan gaat mama even de stad in. Waar gaan we naartoe? Het park. Ik denk op het zwembad. Waar zouden we het beste mensen kunnen ontmoeten? Ik wil gewoon heel graag dat ze een vriendje krijgt. Of een vriendinnetje, dat kan natuurlijk ook. Misschien gewoon helemaal midden in het centrum. Laten we er naartoe gaan. Ik ben benieuwd hoe ze gaat. Zou ze een taxi pakken? Yep. Wow. Echt leuk man, als je in zo'n heuvelige dorp woont. Wow. Vette poort. Oh, chill. Ik ben ergens... Oh, ik wil gaan zeggen er is niemand. Maar er zijn wel mensen. Oké. Ik vind het zo donker, man. Hier, er is hier iemand aan het gitaar spelen. Dat vind ik leuk. Even dansen op de muziek. Ik maak er wel echt een showtje van. Waarom ga ik helemaal hier staan dansen als zij hier staat te spelen? Check out my dance moves. Dansen in de regen. Lol, hier staat zo bij mijn mood. Staat zo, crying baby. If the baby can't be quieted, it's best to get as far away as possible. Gewoon iedereen hier in de ruimte haat deze huilende baby. Ik wil praten met jou, Jalissa. Laten we praten, terwijl we romantisch in de hagel staan met z'n tweeën. Ik moet nu dus die celebrity zien te impressen, zodat ze met me wil praten überhaupt. Wat is dit voor iets? Oké, dus omdat ik nu heb gezegd dat ik rijk ben, vindt ze me aardiger. Dit slaat echt serieus nergens op. Oh, vertel even nog wat meer over hoe rijk ik ben, want dan wil je vast vrienden met me worden. Ik wil geen eens meer vrienden met haar worden. Ik ga weg van deze vrouw. Oh wacht, nou ben ik er bijna. Misschien wil ik toch nog even doorgaan. Praat ik nog even over dat ik bij de law enforcement werk. Oh yes. Oh yes. Oh yes, nu heb ik er een ster bij gekregen omdat ik haar ken. De betere vraag in dit grote geheel is, waarom staan al deze mensen als het keihard aan het hagelen is, gewoon buiten? Maar check eventjes. Dit stadscentrum. Hoe mooi is dit? Ik wil hier serieus wel wonen. Kijk even. Wow. Wow. Wow, er is iemand serieus gewoon foto's van ons aan het maken dat we samen staan te praten. Oké, dag. Ik ga naar huis. Het is genoeg geweest hier in deze regen. Nu ik je heb verteld dat je naar huis moet gaan, ga je opeens wel rennen omdat het regent. Vroom, vroom. Eigenlijk is dit de enige uitbreiding die ik dus niet zo tof vind, die seasons uitbreiding. Omdat het dan dus echt gaat regenen en gaat sneeuwen en gaat stormen. Dat is op zich wel leuk bedacht, in theorie. Maar in werkelijkheid is het zo van, ik wil gewoon spelen, ik wil niet dat het regent of stormt. Oké, wat zullen we doen? Misschien moet ik iets gaan koken. Gewoon lekker avondeten koken. Breakfast. Oh wacht, het is bijna 1:30 s'nachts. Waarom? Dit heb ik ook gewoon niet doorgehad. Oké, breakfast. We gaan wafels eten. Ook chill dat als ze het uit je koelkast pakt, dat het dan gelijk al op een dienblad staat. Ik vind dus altijd koken met de Sims vind ik een van de fascinerendste dingen die er zijn in het Sims-spel. Want dan wil ik echt zo bekijken hoe ze het aan het maken zijn en wat er allemaal ingaat en hoe ze het dan bij elkaar stoppen. Wow, er belt iemand aan mijn deur. Huh? Hoe kan het dat er iemand om 1:45 s'nachts aanbelt aan mijn deur? Oké, no problem. Kom maar binnen. Ik was toch nog wakker. Hallo, wie ben jij? Ik ben echt compleet in de war door wat hier gebeurt. Misschien moet ik ook maar een zonnebril opdoen, want dan ben ik net zo cool als Tara Lay. Er zijn zoveel opties, waar moet ik met haar over praten? We gaan rock, paper, scissors spelen. Waarom kan ik niet vragen, wat doe je om 2:00 s'nachts in mijn huis? Het is inmiddels 4:00 s'nachts. We gaan gewoon kusgevecht doen. I don't care. Dit vind ik het mooie aan de Sims, weet je, want dit is echt compleet onlogisch. Dat je
Dat iemand je huis binnenkomt lopen midden in de nacht. En dat je elkaar helemaal niet kent. En dat je dan na 5 minuten gewoon eventjes... Oh, we wilden net een... Zeg je nou, I've gotta go. We wilden net een kussengevecht gaan houden. Och, nou dan ga ik maar verder met mijn wafels. Roeren, roeren, roeren. Hoe? Wow. Dat ging snel. In de oven. Wow. Wow, er is iemand in mijn huis. Foto's van me aan het maken. What's wrong with you? Wat doe je in mijn huis? Waarom kan ik hem niet wegsturen? Go away, man. Ondertussen zit mijn kat uit het fucking toilet te drinken. Wat is dit? Oké, ik ga me onbeleefd voorstellen. Giuseppe thinks Lila is being impolite. Hallo, jij bent onbeleefd als je in mijn huis foto's van me komt lopen maken. Zullen we gewoon gelijk gaan vechten? Ik verklaar hem nu tot vijand. Ja, misschien moeten we gewoon gaan vechten. Ik ga hem slaan. Wow, dat was niet één slap. Dat was echt... Ik ben benieuwd, zou hij me aanvallen? Zou hij mij, een meisje, zelf aanvallen? Of zou hij beleefd blijven? Ik denk niet dat er iets gaat gebeuren als we zo blijven staan. Misschien moet ik het maar gewoon doen. Ik ga eerst nog even naar hem schreeuwen. Wow. Val me aan dan. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik niet het gevecht ben begonnen. Oké, is goed. Ik val je wel aan. We gaan vechten. Wat zal er gebeuren? Oh ja. Oh ja, dit doen ze altijd heel goed. Zo'n wolkje waardoor je helemaal niks ziet. I love it. Ik heb gewonnen ook nog. En nu wegwezen uit mijn huis. Waarom kan ik niet zeggen, ga weg uit mijn huis? Zet hij nou gewoon mijn muziek aan? Are you kidding me? Hij gaat nu gewoon op mijn bank zitten? Ik snap niet wat hier gebeurt. Ga weg. Ga weg. Wow, ik snap er niks van. Ik kan hem gewoon niet wegsturen. Ik ga gewoon de muziek uitzetten. Kijken hoe hij daarop reageert. Hij zwaait naar mijn kat. Oh, ik moet naar mijn werk. Oké. Bye. Wow, wat voor freaking werkoutfit heb ik? Oké, ja. Ondertussen dat zij naar de werk is, gaan we maar even de kat observeren. En Harley loopt weer naar de wc. En Harley gaat weer uit de wc drinken. Dit is de leukste kat die ik ooit heb gehad. Nu ben ik dus echt super gefascineerd door die kat. Want hij is nu alleen thuis. Wat zou die gaan doen? Oh ja, ik heb net lekker uit de wc gedronken. Tijd om mezelf te wassen. Is dit kots wat hier ligt? Ligt hier gewoon een hoopje kots van mijn kat? Ondertussen zie je hier Harley. Die lekker aan het spelen is. Oh, hij doet het gewoon weer. Hij is gewoon weer mijn wafels aan het opeten. Ze zijn ook gewoon op nu. Ik heb echt gewoon de grootste boevenkat die er bestaat gemaakt. Wat ga je nu kapot maken? Wat ga je nu opeten, Harley? Oh, even op de grond rollen. Oké, en Lila is terug van de werk. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb best wel zin om die man met dat hoedje te bellen. Eventjes als disclaimer dat ik... Wow. Dat is oneerd gewoon. Even met disclaimer dat ik dit natuurlijk nooit in het echte leven zou doen. Want een getrouwde man, daar moet je vanaf blijven, jongens. Maar dit is The Sims en hier mag alles. Als iemand gewoon mijn huis binnen mag lopen en foto's van me mag maken, dan mag ik een getrouwde man bellen. Oké, smartphone. Call Sim. Eduardo Gilles Garbo. Ben ik nu een vreselijk mens? Ik wil wel een beetje een vreselijk mensen. Oh. Hij wijst me gewoon af. Wie zal ik dan bellen? Ik wil dat er iemand langskomt. Zou ik dan niet Jalissa bellen? Ja, ik bel Jalissa. Oh mijn god. Iedereen wijst me af. Oké, dan ga ik echt heel zielig lopen zijn en mijn keuken opruimen. En gewoon in mijn eentje voor de tv zitten. Lekker afwassen, lekker afwassen. Maar even. Zullen we eventjes gewoon mijn tuin bekijken? En gewoon zien dat hier een hoopje kots ligt? Zien jullie dit? En dan ligt er ook nog hier een hoopje kots. Wat is er mis met mijn kat? Waarom kotst hij zoveel? Zou die ziek zijn? Anyway, we gaan tv kijken. Dit vind ik ook altijd wel fascinerend. Wat dat de makers van de Sims hebben gemaakt. Wat er op tv is. Dus waar we naar aan het kijken zijn. Dus nu bijvoorbeeld is er iemand het nieuws aan het presenteren. Of wat hij dan ook aan het doen is. Maar we kunnen ook change naar Kids Zone. En dan komt er een kinderprogramma. Neem ik aan. Kijk, is er opeens een konijn en shit? Ugh. Super creepy konijn. Action World. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wow. Oh, een eiland. Zelf vuur maken. Gaat je never nooit zo snel lukken met die twee steentjes, geloof me. Anyway, ik ga mijn Sims even de tv laten kijken. En dan zit de aflevering wel weer voor deze keer. Ik ben flink afgewezen. Ik heb gevochten. Mijn kat is een monster. En dat was ongeveer de conclusie van deze aflevering. Mocht je het leuk vinden, laat het me dan weten. Laat me ook weten als je suggesties hebt over wat ik moet doen met Lila. Tot nu toe is het zoeken naar de liefde nog niet erg succesvol geweest. Maar ik weet ook dat dat niet in één dag gebeurt. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hartjes! Doei!